350 jaar was Indië Nederlands bezit. En pas aan het eind van de 19e eeuw kreeg men hier belangstelling voor de cultuuruitingen van de kolonie. Die belangstelling kan niet losgezien worden van de groeiende interesse in Europa voor niet-westerse culturen, waardoor het Japonisme en het Orientalisme konden ontstaan. Mijn grote passie is de vroeg 20e eeuwse toegepaste kunst en architectuur in Nederland. Ook wel bekend onder de stijlnamen Nieuwe Kunst, Amsterdamse School, Art Deco en Nieuwe Zakelijkheid. En vooral als die beïnvloed zijn door de Indonesische cultuur. Dat heet dan kruisbestuiving. En die kruisbestuiving past helemaal bij mijn biculturele identiteit. In 1883 vond hier een wereldtentoonstelling plaats, de Internationale Koloniale Uitvoerhandeltentoonstelling, waaraan 28 landen deelnamen, waaronder ook veel koloniale mogendheden. Nederland had als gastland het grootste paviljoen en dat paviljoen moest ingericht worden en dat deed de bekende Indoloog P.J. Vet, die schreef ook de catalogus. Voor het grote plein, voor het koloniaal paviljoen, stond een standbeeld in gips van Jan Pieterszoon Koen en een groot Victorie Atje monument, terwijl Atje nog niet gepacificeerd was. Naast het koloniaal paviljoen was een kampong gebouwd naar idee van Daniel Vet, de zoon van P.J. Vet, waar inheemsen uit Java en Sumatra hun dagelijkse bezigheden hadden en die waren te bezichtigen voor de bezoekers van de tentoonstelling slechts voor een kwartje. Aan een grote wand in het koloniale paviljoen hingen gebatikte sarongs en slendangs met daarvoor mini-huisjes uit verschillende streken van de archipel. De wereldtentoonstelling van 1883 was een groot succes. 1,4 miljoen bezoekers vanuit binnen- en buitenland. En dat kan gezien worden als het begin van het internationaal toerisme naar Amsterdam. Een van de tastbare bewijzen die over zijn van die tentoonstelling is de toegangshek tot het Vondelpark. Pieter Johannes Vet was bij leven een beroemde Indoloog. Hij wist heel veel over het land en het volk. En dat heeft hij ook allemaal geschreven. Hij heeft heel veel gepubliceerd over die onderwerpen, terwijl hij er nooit geweest was. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat men in Nederland op de hoogte was wat er speelde, wat daar was in Nederlands-Indië toen en wat nu Indonesië heet. In 1895 overleed hij. En vrienden van hem hebben toen aan Jozef Mendes da Costa gevraagd of ze een beeld voor hem wilden maken voor dat graf in zijn geboorteplaats Dordrecht. En dat is het beeld Insulinde geworden. Insulinde, het model, heeft hij gevonden op een tentoonstelling 1898 in Den Haag, waar ook Javaanse vrouwen waren. En Insulinde staat hier achter mij uitgebeeld samen met de flora en fauna van Java. Dit schitterend borstbeeld is gemaakt door Jozef Mendes da Costa, een van de beeldhouders die rond 1900 de Nederlandse beeldhouwkunst een nieuwe impuls hebben gegeven. Ze is zo levensecht, er zit echt ziel in dit borstbeeld. En ik denk dat hij als model heeft gekozen een van de vrouwen die in 1898 op de tentoonstelling Vrouwenarbeid in Den Haag aanwezig was. Maar er gaat zo'n verstilling en ook zo'n gelatenheid uit van dit borstbeeld.
Karel Adolf Lincochet was een van de eerste Westerse batikkers. Hij was ook een van de eerste die een object maakte in Art Nouveau-stijl in 1892. Dit voorbeeld is bijvoorbeeld een van de allereerste batiks die hij maakte in dat jaar. Het stelt een Oosterse krijger met een wapenschild voor. En dit is een fragment van een groter geheel. Hij wilde eigenlijk grote stukken textiel batikken, maar dat was niet haalbaar, technisch niet haalbaar, omdat er altijd wat was werd gemorst met de chanting en dat kon je dan zien. Daarom is hij al snel overgegaan op het batikken van perkament. Hij zag batiks en slendangs voor het eerst in het Etnografisch Museum van Artis. En hij was meteen gegrepen door de ambachtelijke schoonheid ervan. Het verhaal gaat dat hij thuisgekomen de volgende dag meteen het laken van zijn bed haalde en is gaan batikken. Dit voorbeeld, een perkamenten bekleding op deze stoel, is een van de vroegste voorbeelden uit 1897. De stoel is gemaakt van Makassaarse ebbe en eikenhout en ingelegd met ivoor. Dit bureau is gemaakt voor zijn schoonmoeder. Het bijzondere aan het bureau is dat het beplakt is met perkament. En gebatikt perkament. Zoals de bovenkant met geometrische motieven. De zijkanten met afbeeldingen van de liervogel. Daar heeft hij als eerste in Nederland dat decoratiemotief ingevoerd. En verder op de lades motieven van de kastanje in bloesem en dan in verschillende stadia. Iemand die het wel gelukt is om op grote lappen textiel te batikken is Gerrit Willem Dijsselhof. Dat kunt u in deze kamer zien. Hij is gemaakt in 1896 in opdracht van dokter W. van Horen voor zijn nieuwe huis in Amsterdam. Hij heeft zich bij de decoraties laten inspireren door de natuur en stilistisch door Japanse prentkunst. En wat het heel moeilijk maakt om op grote lappen te batikken, is dat je met de chanting, het wasreservoir, wel eens een dubbeltje mist. En hoe heeft hij dat opgelost? Hij maakte kennis met een naaldkunstenares, Widi Cogenius, zelf geboren in Mojokerto op Oost-Java, dus die wist van wanten. En die borduurde dan op dat vlekje een heel mooi, bijvoorbeeld een vlindertje. Wat ook heel mooi is aan deze kamer, is de wandbetimmering. Die past daar naadloos bij aan. Hij gebruikte esdoornhout, een lichte houtsoort, die hij deels bijtste en daar ook florale en abstracte motieven in gutste. En wat ook heel bijzonder aan deze kamer is, dat hij, doordat hij die betimmeringen moest soeven, dat hij die soeven gebruikte als hartjes voor die bloemen. Ik vind Chris de Bo een van de beste batikkers van Nederland. Dat kun je ook wel zien aan de batik die hij maakte voor het haardscherm. Het is gedecoreerd met snoekbaarsen op een symmetrische manier. En die symmetrische manier heeft hij verkregen omdat hij theosoof was volgens een wiskundig ontwerpsysteem. Hij gebruikte daarvoor de kleuren indigo en cashew. Ze zijn waarschijnlijk wat donkerder geweest en door het licht is het natuurlijk wat lichter geworden. De eikenhouten omlijsting is gemaakt door Berlage, de architect Hein Berlage, die ook directeur was van het verkooplokaal Het Binnenhuis, waar dit verkocht werd. Chris de Bo heeft in totaal 9 kamerschermen gemaakt. Dit is het laatste kamerscherm uit 1908. Een drieslags kamerscherm met een decor van bloeiende planten, bloemen, met
lepelaars. De inspiratie van de bloeiende planten, dat is de theosofie, want die is heel geometrisch. En de lepelaars, dat is weer geïnspireerd op het Japonisme. Hij zal ook wel het werk van Dijsselhof gekend hebben. Daar is het ook op geïnspireerd. Wat me ook opvalt aan de kaamscherm is dat de kleuren zo helder zijn. Meestal wordt batik op katoen, dat verkleurt heel snel als dat aan licht wordt blootgesteld. Maar dit is zo mooi, het is bijna alsof het gisteren gemaakt is. En het is gevat in een frame van mahoniehout, waarschijnlijk door het binnenhuis. Want het binnenhuis was een verkooplokaal in Amsterdam, opgericht door Berlage, waar dit soort werk strak van vorm en het batikwerk van Christel Bo werd er ook heel veel verkocht. Aan de achterzijde van een van de panelen is een voorstelling van de goddelijke mens voor een stralende zon. Het is afgeleid van een theosofische prent van de architect Karel de Basel. Door middel van een theosofisch wiskundig ontwerpsysteem ontwierp Christel Bo dit doek, waardoor er een symmetrisch geheel ontstaat van aapjes. Hij gebruikte daarvoor de plantaardige verven cashew en indigo. Hij was in Haarlem in 1904 verbonden aan de kunstnijverheidsschool waar hij ook les gaf in batikken. Ook in Haarlem was gevestigd het Koloniaal Instituut, de voorloper van het Tropenmuseum. En daaraan was verbonden een laboratorium waar zijn goede vriend, ook theosofisch batiker, H.J. Baanders, experimenteerde met de batiktechniek om die wat te stroomlijnen. En ook om te experimenteren met lokale plantaardige verfstoffen, omdat het een probleem werd om alsmaar uit Indonesië die plantaardige verfstoffen te importeren. In 1907 werd Christel Bo uitgenodigd om in Indië batikles te geven. Want rond 1900 was daar het batik eigenlijk een beetje verwaterd. Dat komt omdat Nederlandse bedrijven als Flisco, die exporteerden batikjes, maar dan industrieel verwaardigd, naar Nederlands-Indië. Dus dan zien we nu dat er eigenlijk, wordt door Nederlands de batiktechniek overgenomen, maar nu moet wat in Nederland dus is ontstaan, daar weer naartoe gebracht. En Le Beau ging zelf niet, maar hij stuurde zijn leerling Piet Ducrot. Die ging daar in Buitenzorg, in Bogor, ging die daar de vrouwen batikles geven. En je ziet dat hij een leerling is van Le Beau, want hij heeft precies weer datzelfde geometrische dat verkregen is door een wiskundig ontwerpsysteem volgens de theosofie. De batiklessen die Piet Ducrot in Buitenzorg heeft gegeven, hebben vruchten afgeworpen. En dan zien we aan dit tafelkleed, gemaakt door mevrouw T. Schipper. In de 19e eeuw werden door Indo-Europese vrouwen batikkerijen opgericht. En zij hadden als cliëntele Nederlandse, Indo-Europese en Indo-Chinese vrouwen. En daar maakten zij sarongs en kains voor, maar ook tafelkleders als deze. En de motieven werden afgeleid van de Art Nouveau, maar ook van Hollandse behangsels, van poëzieplaatjes en van prentbriefkaarten. Een van de bekendste batikkerijen die Batik Blanda maakten, was die van Elisa van Zuilen in Pekalongan op Java. Deze sarong is met als decor beïnvloed door de Art Nouveau. Pauwen op takken en wisteria in verschillende kleuren. Dit gedeelte heet de Kapala en dit gedeelte de Badan. Kapala is hoofd en Badan is lichaam. Dus dit hing dan hier op de linkerheup en dit draaide dan zo om het lichaam heen. In 1896 begon de schilder Johan Thornprikker ook te batikken. Gestimuleerd door zijn Belgische vriend Henri van der Velde, bekend als Art Nouveau architect. En dat kan je ook meteen zien, want hij is beïnvloed door het werk van de Belgische Art Nouveau. Dat komt door die golvende lijnen.
En wat je ook kan zien is dat hij een penseel heeft gebruikt in plaats van een chanting. Want dan krijg je veel grove lijnen in het ontwerp. Wat ook typerend is voor de Hollandse batik, zijn de aderen of de krakelures die dus in het middenveld lopen. Want als de was wordt aangesmeerd en is gedroogd, dan wordt het op een voorzichtige manier, wordt dit kleed verkreukeld, waardoor er barsten in de was komt en de verf er doorheen sijpelt. Johan Thorn Prikker was artistiek directeur van de kunsthandel Arts & Crafts in Den Haag, waar veel voorwerpen werden verkocht, beïnvloed door de Belgische Art Nouveau. En dit is uitgevoerd bij de batikkerij van Agathe Wegerif van Gravesteijn, want die runde met haar man Chris Wegerif die kunsthandel, maar ze had in Apeldoorn dus een batikkerij waar dit werd uitgevoerd. Agathe Wegerif Gravesteijn was de eerste vrouw in Nederland die zich met batik bezighield. Daarvoor waren het allemaal mannen. Zij is op idee gekomen door Johan Thorn Prikker om ook te gaan batikken. En op de tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898 zag zij de batikkerij van Elisa van Zuylen in Pekalongan. En daardoor was zij geïnspireerd om in Apeldoorn ook een batikkerij op te stichten, waar ook alleen maar vrouwen werkten. Dit is een werk uit 1910 uit de serie Fantastische Batiks. En daar zie je dus een fantasieplant, een exotische fantasieplant, asymmetrisch op het vlak aangebracht. En daar heeft ze gebruik gemaakt van een chanting, maar ook met een kwast. Het fijne wordt gedaan met de chanting en de wat grove delen met de kwast. En wat ook weer typisch is voor die Nederlandse batik, zijn die krakelures die je dus in dat grote vlak ziet. En dat krijg je dus weer doordat men opzettelijk de was, als die gedroogd is, dan dat laat barsten door het kreuken. Rond 1900 was er in Nederland een grote interesse in de boeddhistische en hindoeïstische tempels op Java, zoals de Borobudur en de Prambanan. En het is daardoor dat er in de toegepaste kunst motieven uit die religies worden gebruikt, zoals de lotusbloem in het klokkenstel van Bert Nienhuis en de naga op deze vaas van Krishnanoi. De naga is een voorloper van de Chinese draak. Wayangpoppen, oud-Egyptische wandschilderingen en de zweepslaglijnen van de Belgische Art Nouveau waren de inspiratie voor dit affiche die de Indisch-Nederlandse kunstenaar Jan Torop ontwierp in 1894. Hierna werd de Art Nouveau ook wel slaoliestijl genoemd. Wayangpoppen waren ook de inspiratiebron voor het tegeltableau gemaakt door plateelbakkerij Rozenburg, ontwerp Jan Torop, voor de Haagse vereniging Oost en West, die onder andere opgericht was om de Indische kunst door middel van tentoonstellingen in hun winkel Buatan, handwerk, meer bekendheid te geven. Ik sta hier bij een collectie aardewerk van de keramist Willem Brouwer. En ik wil u wijzen op de bijzondere decoraties, want die zijn afgeleid van schilden van asmatkrijgers. En die wonen, wat nu Irian Jaya heet, maar toen Nederlands Nieuw-Guinea. Brouwer die heeft een opleiding gehad aan de tekenschool van W.L. Lampe in Leiden. En in zijn vrije tijd bezocht hij het Museum voor Land- en Volkenkunde en zag daar die schilder, maar hij zag daar ook voorwerpen van de Maori's. En daar is hij door geïnspireerd. En dat maakt wat zo bijzonder is aan deze serie Sgraffito-aardewerk, die kruisbestuiving van asmatschild en het Hollandse aardewerk, gemaakt deels in Gouda
en in Leiden, Leiderdorp zelfs. Want we staan nu in een oude keramiekfabriek in Leiderdorp. Je ziet daar de oven. Op dezelfde manier zijn eigenlijk deze potten gemaakt. Er werd eerst, de vormen werden gedraaid, want dat werd dan nog een keer in de oven gezet. En na de hand werd een tweede laag over die pot gezet. Deels wordt dat weggesneden, waardoor je die overeenkomst ziet met wat die asmatschilden ook hebben. Bent u hier wel eens eerder geweest? Nee, het stond al heel erg lang op mijn verlanglijstje. Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Ja, het is echt een verrassing hier binnen het paleis, hè? Ja, dat zorg je. Het is eigenlijk een soort voorstel voor een Indisch paleis. Ja, toch? Ja, klopt. Ja. Want hier zijn de twee denkbeeldige deuren, waarachter dan het inner sanctum van het paleis zou liggen. En dat zou dan bewaakt moeten worden door een beeld. Ja, zo. En van wie is dat beeld? Bodhisattva Manjushri en degene die dit gemaakt heeft, dat is de beeldhouwer Ico. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Ja. Ja, het is een Javaanse beeldhouwer. Klopt. En hij was moslim en hij is ontdekt door de inspecteur van de Inlandse school. Ja. En toen heeft hij hem meegenomen langs alle tempels en toen heeft hij hem als opdracht gegeven om beeld te houden. En toen mocht hij, zeg maar, dit een keer maken en toen wilde hij dat eerst in hout maken, in jati hout. Ja, zoals hier eigenlijk. Zoals dit allemaal. En dat ging werken en toen heeft hij dit. Nou, waar we hier zijn in de Indische zaal is eigenlijk een poging gedaan om dat allemaal samen te brengen door Louis van Es, die de opdracht heeft gekregen om voor een huwelijkscadeau voor Wilhelmina en Hendrik. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik gingen in 1901 trouwen. Ja. En Van Es kreeg de opdracht om eigenlijk een nationaal geschenk van alle inwoners van toenmalig Nederlands-Indië, om daar eigenlijk een gezamenlijk geschenk aan te bieden, waar zoveel mogelijk de diversiteit, de rijkdom van de tradities terug zou komen. Maar dit is toch allemaal gemaakt door houtsnijders die uit Japara komen. Want Japara is een plaatje boven Semarang. En dat plaatsje bekend om het houtsnijwerk, dat maakt het mooiste houtsnijwerk. Dus dat kan niet anders, want het is met zoveel vakmanschap gemaakt en met zoveel aandacht. Kijk, je ziet ook, als dat dus de raam zijn en dit zijn de deuren, en dan is een kale kop, die is als bescherming tegen kwaad gespuis, om zo maar te zeggen. Nou, terwijl we bij deze lamp dus een kruisbestuiving zien waar Nederlandse kunstenaars motieven uit de hindoe-boeddhistische traditie moeten uitvoeren, hebben we in deze zaal ook precies de omgekeerde situatie. Dan zien we dus een Indonesische kunstenaar die een Nederlands onderwerp neemt. Dat is koningin Wilhelmina bij de inhuldiging in 1898. Precies, door Ico, dezelfde kunstenaar die we zo net al hebben gezien en door wiens hand ook dit tweede stenen beeld hier is vervaardigd. Van Shiva Mahadeva. Ja, de oppergod die eigenlijk de beschermer van het universum moet verbeelden. En op deze manier hebben we eigenlijk Ico in twee materialen hier vertegenwoordigd. Precies. Waar hij vandaan komt, hè? Echt zijn houtsnijkunst en hetgene wat hij dan zo snel geadapteerd heeft. Daar zijn we dan bij de Amsterdamse wieg. Ja, een hele mooie wieg. Gemaakt door Karel de Basel. Die kreeg de opdracht om dat te maken. En Karel de Basel die werkte normaal gesproken in een veel eenvoudige vorm. Ja. En nu heeft hij dus het rozenhout van die bak heeft hij versierd met Indonesische motieven. En ja, dat is een vorm van kruisbestuiving. Wat ook bijzonder is, is de vorm. Dat is de klassicistische hemelbed. Ja. En daarbovenop een paradijsvogel. En die paradijsvogel die vliegt alleen maar in Nieuw-Guinea en heeft in zijn bek een stukje nefriet, een half edelsteen, en die heeft als eigenschappen
vrede, rust en spiritualiteit. En dat past helemaal bij de prinses die hier in 1909 is komen te liggen. Hindoe-Javaanse religieuze beeldtaal werd vermengd met christelijke symbolen in deze beeldengroep de Heilige Drie-eenheid, gemaakt door de islamitische beeldhouwer Ico. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest met hun attributen die ze in hun handen hebben. Een kroon bij God de Vader, een kruis bij de Zoon en een duif bij God de Heilige Geest. Ze hebben ook echte Hindoe-Javaanse kleding aan, zoals een koningsmantel. En ze hebben een borstsieraad, een enkelsieraad, een halssieraad. En hun voeten rusten op een kussen, een lotuskussen. Verder is de troonrug versierd met lotusknoppen. En achter ieder god is ook een aureool. Maria met Jezus op haar schoot heeft hij uitgebeeld als een vorstin. Ze heeft een klassieke sarong en kabaya aan. En de kabaya is dus ook versierd met allerlei klassieke versierselen, Hindoe-Javaans. En het patroon van de sarong is het geometrische kawun-patroon. En Jezus heeft in zijn linkerhand een bol, dat is de wereld. En met zijn rechterhand zegent hij. En hij heeft ook om zijn lichaam het priesterkoord. Een engel als dienaar van God, uitgebeeld door Ico, als een hooggeplaatste hoveling. En je ziet dat hij ook een mooie sarong aan heeft met het kawun-patroon en lange vleugels. En hij maakt de semba als teken van eerbied. De hoofdingang van het gebouw de Basel wordt geflankeerd door twee vrouwenfiguren van Mendes da Costa, Insulinde en Europa, metaforen voor de gekoloniseerde en de kolonisator. Als ik de lage, donkere entree doorloop, voelt dat als een rite de passage, een overgangsritueel. Want daarna kom ik in een hoge, lichte ruimte met wit gekalkte muren en lichthoven als een tempel van de vrijmetselarij. Gebouw de Basel werd tussen 1919 en 1926 gebouwd in opdracht van de Nederlandse Handelmaatschappij. Het exterieur is volgens theosofische beginselen ontworpen met gebruik van meanderpatronen, afgeleid van de grondvorm van de tempel de Borobudur. Door de donkere en lichtgekleurde horizontale lagen aan de buitenkant werd dit gebouw ook wel de spekkoek genoemd. Boven de ingang van het safe deposit is een kalakop, een monsterkop die net als boven de ingang van een Hindoe-Javaanse tempel het kwaad buiten de deur moet houden. We zijn hier bij het woonhuis, voormalig woonhuis en architectenbureau van Eduard Kuipers. En op zijn architectenbureau, daar kan je zeggen, dat is de kraamkamer geweest van de Amsterdamse school. Daar werkten Michel de Klerk, Johan van der Meij en Piet Kramer. En daarna de tweede generatie Boterenbrood, Boeienga, Dick Greiner. Hij
heeft ervoor gezorgd dat hij door zijn goede contacten in Nederlands-Indië een tijdschrift uitgaf, een Nederlands-Indië oud en nieuw. Daar stond heel veel over de Indonesische cultuur. En in zijn bibliotheek waren ook heel veel boeken over die kolonie. En dan konden die architecten konden daar in grasduinen, zodat ze inspiratie konden opdoen voor hun Amsterdamse schoolontwerpen. Het voormalige scheepvaarthuis uit 1916, nu Grand Hotel Ambrat, is het eerste grote gebouw in de expressionistische Amsterdamse schoolstijl. Ontworpen door Johan van der Meij, geassisteerd door Michel de Klerk en Piet Kramer. Op een betonnen sklet werden verschillende soorten baksteen op een expressieve en decoratieve manier gemetseld. Het werd een gesamtkunstwerk, waarbij architectuur, beeldhouwkunst en toegepaste kunst één geheel vorm. Bij de uitbreiding in 1928 werd een bas-relief van den Einde geplaatst met Jan Pieterszoon Koen, de stichter van Batavia, staand bij een vloot en wapens van Batavia, geflankeerd door twee verleidelijke maagden. Bovenop het dak aan de achterzijde zijn aan weerszijden twee stoepa's te zien. In 1595 vertrok van deze plek Cornelis de Houtman naar Bantam op Java en dat markeert het begin van de kolonisatie van Indië. De grote glas-in-loodkap met afbeeldingen van de wereldzeeën en dierenriemtekens is van de glazenier Willem Bochtman. Het was een kantoor voor 6 rederijen. De versieringen aan ex en interieur zijn een ode aan de zeevaart en de overzeese geschiedenis door de eeuwen heen. Het interieur van de beraadzaal, waar de 6 scheepvaartmaatschappijen vergaderden, is ontworpen door Theo Nieuwenhuis als een totaal kunstwerk. Alles, maar ook alles in dit interieur is door hem ontworpen en uitgevoerd bij Kunsthandel van Wisseling in Amsterdam. Wat voor de kruisbestuiving belangrijk is, zijn de 4 panelen boven de deuren met Indonesische voorstellingen die uitgevoerd zijn door John Redeker. En verder, veel houtsnijwerk in deze kamer is uitgevoerd door Indonesische houtbewerkers uit Jepara die een jaar lang in de werkplaats van Wisseling dit hebben uitgevoerd. De stijl van deze kamer is nieuwe kunst. Dat is eigenlijk een stijl van 1900. Daarom is het in het gebouw een beetje een fremdkörper, want de rest is Amsterdamse schotische stijl uit de jaren vanaf 1913 tot 1925, 1930. En ja, verder kunt u ook zien dat er panelen zijn van gebatikt perkament, ook allemaal ontworpen door Theo Nieuwenhuis. Ik ben op het spoor gebracht op de invloed van de Indonesische cultuur op architectuur en toegepaste kunst, vooral van de Amsterdamse school, door artikelen geschreven door Nederlandse kunsthistorici zoals Hanneke Olieslager. En later is daar Frans van Beurkum bijgekomen. En dat is een ware eye-opener voor me geweest. Bijvoorbeeld, dit eerste blok van Michel de Klerk. Hij kreeg die opdracht van Klaas Hille. En dan zie ik, als ik naar boven kijk, zie ik een paraboolvorm. En die paraboolvorm die wordt ook gebruikt door jugendstilarchitecten, bijvoorbeeld Olbricht in Oostenrijk. Maar naar mijn mening en ook naar de mening van toch die kunsthistorici die ik net genoemd heb, is dat beïnvloed door het blad van de lotusbloem of door de vorm van een stupa van de Borobudur.
Hoe kon ik bijvoorbeeld weten dat dat hoeksculptuur van Hildo Krop voorstellende een kabouter die een wapenschild tussen zijn benen heeft, met daarop de wapens van Wormerveer en Oostzaan, en dat die twee soort dennenboomachtige planten in zijn bijna handen houdt, dat dat beïnvloed is door een hindoeïstisch beeld van Shiva en Vishnu? Dit rekwisiet heet een gunungan of een kayon, een berg of een boom. Het wordt gebruikt bij het opvoeren van een wayang schimmenspel. Het staat in het midden bij het begin van het wayangspel en kondigt het spel aan. Ook kondigt hij de pauzes aan en markeert het einde van het spel. Stelt u zich voor in het midden onder de lotusstam, dan de twee deuren die leiden naar de hemelpoort en dan de kluiten, dat zijn de kluiten van de boom en de tong van de kalakop en in het midden het trappenhuis, het massieve van de berg. Dat allemaal in de gevel van het tweede blok van Michel de Klerk in 1917-1918 gebouwd. Het derde woonblok, gebouwd in 1917 tot 1921, daar is de hoofdvorm geïnspireerd op een jampana. Dat is een Balinese draagstoel. Die is in 1900 door de Nederlandse regering in opdracht uitgevoerd door Balinese snijders. En die heeft op de tentoonstelling 1900 in Parijs gestaan. In 1915 was er ook weer een tentoonstelling in het Stedelijk Museum over Balinese hedendaagse hindoeïstische kunst. En daar heeft Michel de Klerk die draagstoel gezien en is daardoor geïnspireerd geraakt. Die draagstoel is vuurverguld en hij heeft de Groningse baksteen uitgezocht, die oranje kleurige, om die goudkleur te benaderen. En aan die jampana zijn aan weerszijden twee naga's. En die naga's die vind je hier terug als schoorstenen op dit derde blok. En de golvende rand, dat is dus het lijf van die naga. Op het dak van die jampana was een boeket met lotusknoppen. En de lotusknop die hier dus achter mij staat, dat is geïnspireerd op die boeket lotusknoppen. In 1921 kregen Michel de Klerk en Piet Kramer de opdracht om dit woonblok neer te zetten. Sociale woningbouw van woningbouwvereniging De Dageraad. Vooral de hoekbebouwingen van Piet Kramer zijn spectaculair. Die golvende lijnen zijn geïnspireerd op hindoeïstische tempelarchitectuur. En het zijn eigenlijk arbeiderspaleizen. Dat wilde het socialistisch woonbestuur om arbeiderspaleizen te maken. Ook bijzonder zijn de twee sculpturen, Vishnu en Garuda. Vishnu symboliseert de zonsondergang. Hij heeft zijn ogen naar beneden geslopen en heeft met zijn rechterhand houdt hij zijn hart vast. En Garuda kijkt omhoog, symboliseert de zonsopgang en is het oosten. Die daken die in puntvormen eindigen, dat is geïnspireerd op de Minangkabau. En als we dan weer verder lopen, zien we een soort scheepsboeg met daaraan ramen in de vorm van Indonesische prauwen. Ik ben op zoek naar twee gevelbeelden van Hildo Krop van de hindoe-god Vishnu met zijn rijdier Garuda. Die moet hier ergens aan de muur hangen. Even kijken. Oh, kijk, daar. Ze stellen voor Vishnu en Garuda. Vishnu staat voor zijn voorlaatste incarnatie, avatar, tot Boeddha. En tussen hen in zijn 8 zonneschijven als incarnaties uitgebeeld.
Dit is de eerste brug die Piet Kramer, esthetisch adviseur bij de gemeente Amsterdam, mocht bouwen. Er zullen er vele volgen. Hij deed dat in samenwerking met Hildo Krop, die beeldhouwwerk voor zijn rekening nam. Opvallend zijn de twee brughuisjes die door die markante vormen die zijn afgeleid van stupa's van de Borobudur. En in stupa's worden relieken van boeddhistische heiligen bewaard. En wat ook opvallend is aan deze twee brughuisjes is het fraaie metselwerk. Gemaakt in 1919 tot 1923. Een belangrijke inspiratiebron voor de Amsterdamse school is de architectuur van de Minangkabau. De Minangkabau die zaten dus in Zuid-Sumatra. We hebben dat gezien in de architectuur in Amsterdam, maar ook in de toegepaste kunst. In de meubels, maar ook in het klokje. En dat, wat zo kenmerkend is van de Minangkabau-architectuur, dat is het dak wat dan zo naar voren buigt. Dat zie je dus ook heel goed in dit klokje. Het houtsoort heet Makassaars ebbe. En dat wordt gevonden op Celebes. En dan wordt het door de havenstad Makassar geëxporteerd naar Nederland. Een Amsterdamse schoolklok, ontworpen door Michel de Klerk in de vorm van een druppel en gemaakt van esdoornhout en gedateerd in 1914. Aan de voorzijde en dan aan de bovenkant zien we een klein kalakopje. En meestal staat zo'n kalakopje aan de bovenzijde van een hindoeïstische tempel om het kwaad af te zweren. Maar aan de achterzijde ziet u twee tentakels en dat lijkt op een zich omhoog richtende slak. Dus die klok heeft twee gezichten en dat heet in de beeldende kunst een Januskop. Vernoemd naar de Romeinse god Janus die in een van zijn verschijningen ook twee hoofden had. Verder zien we als wijzers, twee grillig gevormde wijzers in de vorm van Javaanse krissen. Dat is dus die kruisbestuiving. En dan staat hij op sleevoeten en die sleevoeten zijn geïnspireerd op Scandinavische boerenmeubelen, want Michel de Klerk was daar nogal van gecharmeerd. Maar die punten die naar boven komen, die lijken toch weer op de architectuur van de Minangkabau. Dat is weer onze kruisbestuiving. In de jaren 1916-1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, kreeg de architect Michel de Klerk van de directeur Zegers van het Woonhuis in Amsterdam de opdracht om twee ameublementen te ontwerpen. Een eetkamerameublement en een salon. Van het eetkamerameublement, het moest in serie gemaakt worden, van dat eetkamerameublement zijn nog wel verschillende versies bekend. Maar van dit salonameublement zijn er maar twee bekend tot nu toe. Dit ensemble en het ensemble in het Wolfsonian Museum in Miami. De twee ameublementen hebben een hele bizarre vormgeving, bijna surrealistisch. Als we bijvoorbeeld kijken naar de fauteuils. De fauteuils hebben een vorm van een geknotte parabool. En de parabool staat in het boeddhisme voor de zon. En ook de paraboolvorm is afgeleid van het blad van de lotusbloem. De armleggers die eindigen in monsterkoppen, opengesperde monsterkoppen waarin koper asbakjes passen. En die monsterkoppen die zijn afgeleid van de Naga. Dat is een bovennatuurlijk wezen in de hindoe- en boeddhistische religie. Verder zien we dat de meubels sleevoeten hebben. Die sleevoeten die eindigen in puntvormen. En die puntvormen die zijn afgeleid van de puntvormen van de daken van de Minangkabau-architectuur in Sumatra. De bank met de hoge rugleuning heeft aan weerszijden twee puntvormen. Die puntvormen die zijn afgeleid van de bekroning van de pagode uit het boeddhisme.
De klerk ontwierp deze twee damesstoeltjes geïnspireerd op een ontwerp van de Schotse architect Charles Randy McIntosh. Ook hier zien we weer de sleevoeten die verwijzen naar de Minangkabau-architectuur. Het dressoir uit het salonameublement heeft scharnierbeslag van smeedijzer dat geïnspireerd is op de drietand van de hindoeïstische god Shiva. In de Amsterdamse school werd ook gebatikt. Een bekende batiker is Louis Bochtman. Hij ontwierp batiks op hout, zoals op plantenbakken, lampenvoeten met bijpassende kappen en op celluloid en gebruikte daarbij expressionistische motieven. Een Amsterdamse schoolkast, versierd met batikmotieven in expressionistische en organische decoraties, gemaakt door Louis Bochtman. Louis Bochtman werkte samen met vader en twee zusters in een bedrijf in Hilversum. De specialiteit van Louis Bochtman was batik op hout. En dat zie je dus ook in deze kast. De kleuren zijn altijd bijna hetzelfde, zwart en rood. Maar in dit geval was er ook blauw-groen. Helaas is dat verdwenen doordat het aan het licht is blootgesteld geweest. Wat verder zien is het beslag, wat heel spectaculair is, omdat het zo grillig gevormd is. Maar daar heeft hij zich wel door laten inspireren door Michel de Klerk. In 1914 ging Chris Lebeau als decorbouwer mee met de toneelgroep Die Hagerspelers van Eduard Verkade door Java. En in Yogyakarta, in de Kraton, wonen ze een vorstelijke bruiloft bij. Ze zagen hoe daar een rij van jonge vrouwen geschenken aanboden aan het bruidspaar. Terugkomend in Nederland, toen hij de opdracht kreeg om deze trouwzaal te maken, toen dacht hij daar weer aan terug. En dat heeft hij als onderwerp gekozen voor dit schitterende glas in loodraam met zulke prachtige kleuren, vibrerende kleuren, waarbij, net als in Yogyakarta, een rij van jonge vrouwen, nu modieus gekapt en hooggehakt, in de stijl van de jaren 20, geschenken aanbieden aan de bruidspaar. Bij het schilderen van de wanden en het plafond heeft Lebeau zich hier maandenlang opgesloten en heeft het allemaal zelf geschilderd. En daar mocht niemand in voordat dat klaar was. En dit is natuurlijk bedoeld als een gesamtkunstwerk, een totaalkunstwerk. Hij heeft het meeste werk gedaan, hij heeft dus de schilderingen gedaan en de glas en lood. Het vloerkleed en de meubels zijn van A. Grimon. De hele mooie lampen, de lusters, zijn van Jan IJzenluffel en het houtsnijwerk in de deuren van Bernard Richters. Eén blik op dit Amsterdamse schoolhuis en je weet meteen waar de inspiratie vandaan komt. De batik-architectuur van Sumatra. Ook zie je dat aan die paraboolvormen die bekleed zijn met terracotta tegels, waar ook weer de inspiratie van Sumatra komt.
Ook de dakvormen, verschillende dakvormen, zijn afgeleid van de Batak-architectuur van Sumatra. Gertrud Leistikow was een Duits-Nederlandse danseres, een expressionistische danseres. Ze was in haar tijd, het interbellum, in Nederland heel beroemd. Ze was de muze van heel veel kunstenaars, ook van Theo Vos, waarvan we hier een prachtig beeld zien van Gertrud Leistikow. En Theo Vos heeft zich bij dit beeld laten inspireren door vrouwenfiguren in het symbolistische werk van Jan Toorop. Jan Toorop gebruikte in zijn werk bijvoorbeeld sylphides, dat zijn luchtnimfen, maar ook waternimfen. Want er is een indirecte beïnvloeding, dus kruisbestuiving, van het werk van Toorop. Er is een affiche getiteld Wagenaars Schipbreuk en dat is een kantate. En daar staan vrouwenfiguren die heel erg lijken op het vrouwenbeeld wat hier naast mij staat. Een andere bewonderaar van de danser van Gertrud Leistikow was Hendrik Weideveld. Hendrik Weideveld, de architect en hoofdredacteur van een kunsttijdschrift Wendingen, de spreekbuis van de Amsterdamse school. Hij vergeleek zelfs de dansen van Gertrud Leistikow met het expressionistische werk, de architectuur van Michel de Klerk. En dat is heel wat, vind ik. Maar kijk, hij heeft ook een speciaal nummer uitgegeven, gewijd aan de dans, met op de voorplaat een werk van Jan Sluiters, voorstellende Gertrud Leistikow. Een ander beeldje van Theo Vos, wat ook Gertrud Leistikow voorstelt, is dit kleine model. En daar heeft Theo Vos een heel groot, levensgroot model gemaakt voor het stoomschip De Dempo van de Rotterdamse Lloyd. Want er was natuurlijk een intensief verkeer tussen Nederland en Indië in de jaren 1910-1940. En er werden dus boten gemaakt en die werden ingericht door bekende kunstenaars, ontwerpers. Bijvoorbeeld De Dempo, waar dit beeld op gestaan heeft, maar dan heel groot bij de ingang van de eerste klas eetzaal, was ingericht door Willem Kromhout. En Willem Kromhout kennen we als de architect van het Américain Hotel in Amsterdam. Hij heeft ook de sokkel heeft hij gemaakt van dit beeld. En Theo Vos noemde dit beeld de Javaanse danseres. En dan heb ik me afgevraagd, een Javaanse danseres is niet zo expressionistisch, heel ingetogen. Maar ik denk dat daar toch weer de invloed is van Jan Toorop, dat hij dus beïnvloed is door die Waja-figuren, die dus op die prenten en symbolistische werken van Jan Toorop voorkomen. Maar ook het feit dat het schip, de Dempo, vernoemd naar een vulkaan op Java, naar Indonesië voer, naar Indië. In 1935 werd dit monument door koningin Wilhelmina onthuld ter ere van gouverneur-generaal J.B. van Heuts van Nederlands-Indië. Maar ook voor zijn rol als commandant van het Nederlands-Indisch leger toen hij een einde maakte aan de Achi-oorlog. Toen waren er al van linkse partijen protesten tegen dit monument. Na de oorlog werden die protesten nog sterker. Er volgden twee bomaanslagen en toen werd de plaquette met de beeltenis van Van Heuts ontvreemd. De architect Gijsbert Friedhof en Frits van Hal, die dus verantwoordelijk zijn voor de vormgeving en voor de beelden van het monument, hebben als idee gehad om de eenheid tussen Nederland en Indië te benadrukken. Frits van Hal maakte een klassicistische grote vrouwenfiguur met een banderol in de hand. En dat stelt het gezag van Indië voor. Ze staat op een sokkel en het sokkel heeft versieringen van cultures en van
flora en fauna uit Nederlands-Indië. Het staat voor een hoefijzervormige vijver, wat Nederland voorstelt, waterrijk Nederland. Het geheel staat voor twee hoge pilonen, die ook weer Nederland en Indië moeten voorstellen. En die worden verbonden door een krans van zonnestralen, vergulde zonnestralen, dat weer Indië moet voorstellen. Achter de twee pilonen is een muur in gebogen vorm met een rij van bogen. En aan die muur zijn wandreliefs. Wandreliefs met voorstellingen van gewesten en van eilanden van de archipels als Aceh, Minangkabau, de kleine Sunda-eilanden, Java, Sumatra. Van Hal heeft zich daarbij laten inspireren door wandreliefs van de Borobudur. Daar was hij een heel groot bewonderaar van die Borobudur. En die muur met die wandreliefs, dat moet dan de gordel van Smaragd voorstellen. In 2001 werd de naam van het monument veranderd in Indië-Nederland monument. En in 2007 maakte Jan Kleingeld vier bakstenen lichtobjecten waarin de lange band tussen Nederland en Indië van 1596 tot 1949 gestalte werd gegeven.